Het vertrouwen binnen de Vlaamse regering is beschadigd. Vlaams minister-president Jan Jambon liet gisteren weten dat er een vertrouwensbreuk is. De oorzaak daarvan is volgens hem zijn partijgenote Zuhal Demir. Ik voel aan dat er soms een probleem is met de stijl en communicatie van bijvoorbeeld collega Demir. Het is nu mijn taak en ik neem die ook op om dat vertrouwen te herstellen, vertelde Jambon. Vorige vrijdag kwam het dossier over de gascentrale van Vilvoorde en de geweigerde vergunning aan bod op de Vlaamse ministerraad. Dat zorgde voor een interne ruzie, maar niemand verwachtte dat de minister-president die ruzie ook openlijk zou bespreken. Zowel Hilde Krevits als Bart Somers zijn woedend op energieminister Zuhal Demir. De manier waarop ze bekend maakte dat ze de gascentrale van Vilvoorde geen vergunning geeft, kunnen ze maar moeilijk aanvaarden. Hoewel die essentieel is voor de federale kernuitstap. Spanningen binnen de Vlaamse regering dus, waarbij Jan Jambon nu een moeilijke positie heeft. Hij moet binnen de regering de kerk in het midden houden en ervoor zorgen dat zijn regering niet vierkant draait.